en speciale dag op het Saron Sportcomplex. Slaapwandelen, hoe gebeurt dat? En alle kleuren van de regenboog tijdens de verkiezing. Goedenavond en welkom bij deze uitzending van het Jeugdjournaal. De vliegmaatschappij Blue Wing heeft vandaag een persconferentie gehouden. Daar is er gesproken over het ongeluk van afgelopen zaterdag en de schadevergoeding die de nabestaanden zullen ontvangen van de maatschappij. Blue Wing staat negatief in het nieuws na de vliegramp van afgelopen zaterdag waarbij 8 mensen om het leven kwamen. De vliegmaatschappij is niet blij met de vele kritiek die de afgelopen dagen in de media is verschenen. Volgens Blue Wing verschijnt er veel onjuiste informatie. Iedereen komt in de pers. Iedereen heeft alle wijze. Vingers, niet evenvingers, 10 vingers worden gewezen naar Blue Wing. Wij weigeren dat te accepteren. We worden al in de rol geplaatst van veroorzaker van rampen. En die rol wil ik als Blue Wing niet op me nemen. Althans nog niet. Want Blue Wing wil eerst de resultaten van de onderzoekingen afwachten. De oorzaken van de afgelopen 3 rampen liggen volgens Blue Wing niet aan de vliegtuigen, maar aan andere zaken zoals de airstrips of fouten die door piloten zijn gemaakt. Het onderzoek naar de laatste vliegramp is inmiddels in volle gang. De zwarte doos wordt waarschijnlijk naar het buitenland gestuurd voor verder onderzoek. Naar welk land het precies gaat is nog niet bekend. Op het Wilfred Hiralal Sportcomplex mochten kinderen met een beperking vandaag sporten met kinderen zonder een beperking. Ze mochten dan kennis maken met elkaar door middel van sport. 1, 2, 3. De kinderen zijn druk in de weer. Allemaal zijn ze bezig met verschillende takken van sport. Ze doen hun best om zo goed mogelijk te presteren, hoe moeilijk het soms ook lijkt. So, ik heb vandaag slagbal gedaan, hockey en voetbal. Die hockey vond ik toch een beetje leuk. Om te ervaren hoe de slechtziende kinderen met hun beperking leven, worden de andere kinderen geblinddoekt. En dat maakt het samenspelen een beetje moeilijk voor hen. We moesten die bal gooien naar de overkant. De bal had ijzeren dingen erin en een geluid maken. Waar dat bal gaat, moet je die blinde mensen zeggen om het te pakken. Ik denk dat voor die kinderen die gewoon normaal zien, een beetje moeilijk voor ze gaan zijn als ze met een blinddoek kunnen spelen of zo. De sportdag is georganiseerd door de commissie die het sportcomplex onderhoudt. Vaak wordt er gewoon alleen zeg maar blinde kinderen sporten met elkaar en kinderen op regulier onderwijs sporten met elkaar. Wij wilden gewoon ook de kinderen op regulier onderwijs laten zien dat kinderen met een beperking ook kunnen sporten. En dat ze ook samen kunnen sporten, dat het niet altijd apart hoeft. Maar samen leren spelen en ondanks de regen hebben de kinderen flink genoten. Het was de bedoeling dat de kinderen de hele dag door met elkaar zouden sporten en daarna nog een spannende voetbalwedstrijd zouden spelen. Hopelijk gebeurt dat nog eens. Zonder dat je het weet, uit je bed opstaan en dan door het huis lopen. Slaapwandelen. Het klinkt eng, maar slaapwandelen komt best vaak voor bij kinderen. Ondanks de naam slaapwandelen gaat het om veel meer dan alleen wandelen. Sommige kinderen zitten bijvoorbeeld alleen rechtop in bed, herhalen een beweging in bed, zoals het krabben aan het hoofd, een arm omhoog of omlaag doen. Maar er kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan, omdat kinderen zonder dat ze het weten naar buiten lopen. Omdat de mensen zich nagenoeg niet kunnen herinneren wat er gebeurt tijdens het slaapwandelen, is niet duidelijk of het te maken heeft met iets wat ze op dat moment dromen en waarnaar ze handelen. Als we slapen gaan we door verschillende fases heen. Een fase duurt ongeveer 100 minuten. Het slaapwandelen begint meestal na de tweede of derde fase. Is het beste om ze voorzichtig terug te brengen naar het bed. Want ook al maak je ze wakker op dat moment, ze zijn in een soort slaapwaktoestand. Ook als kinderen praten in de slaap, je hoeft ze niet te wekken. Om te zeggen, wat heb je gezegd? Vertel me. Ze weten het niet. Slaapwandelen verdwijnt meestal vanzelf en een behandeling is niet nodig. Het belangrijkste is om te zorgen voor een veilige slaapplek. Een slot op ramen en deuren en een hek bij de trap en een laag bed.
Vaak zijn er meerdere mensen in een familie die slaapwandelen. Er zijn niet alleen kinderen, maar ook volwassenen die praten in hun slaap. Meestal is het onverstaanbaar gemompel. Bij ons is de grote regentijd begonnen. Dat betekent dat we de komende tijd heel wat hemelwater mogen verwachten. Sommigen vinden de regen lekker en verfrissend, maar niet iedereen is er blij mee. In Engeland is een meisje allergisch voor regen. Ja, je hoort het goed. Ze mag niet in contact komen met regenwater. Daarom is ze op haar hoede en heeft ze steeds een paraplu bij zich. Anders begint ze helemaal op te zwellen. Emily moet niet alleen oppassen voor regenwater, maar ook baden of zwemmen kan heel gevaarlijk zijn. Doktoren wisten niet wat ze zagen en ze hebben dan ook nog geen medicijn voor het probleem. Emily blijft daarom hopen op een oplossing en kijkt alvast uit voor grote plassen. Water drinken mag ze gelukkig wel. Dat mensen allergisch zijn voor regenwater is erg zeldzaam. Tot nu toe zijn er in de wereld nog maar 44 mensen gevonden met een regenallergie. Rood, groen, paars, oranje. De politieke partijen van ons land gebruiken bijna alle kleuren van de regenboog. Ook heeft elke partij zijn eigen symbool. Al die kleuren en symbolen zijn niet zomaar gekozen. Vaak zit er een heel verhaal achter. Er zijn zoveel partijen met zoveel verschillende kleuren. Je zou er bijna niet wijs meer uit worden. Toch weten de meeste scholieren precies welke kleur bij welke partij hoort. VAP is oranje en VS is groen. JPL en dat hoort met bij een rood-witte vlag. ABOP heeft geel, BEP heeft groen en geel. NDP met een paarse vlag. De kleuren van de partijen zijn niet alleen gekozen omdat ze mooi zijn. Elke kleur heeft een betekenis. Zo is de paarse kleur van de NDP afgeleid van de standvaste, een paarse bloem. De standvaste bloem heeft een hele stevige kelk. En die kelk vanwege haar hechtheid aan de kleur symboliseert voor ons de samensmelting van de verschillende bevolkingsgroepen die hier in Suriname wonen, die een gemeenschappelijke koloniale achtergrond hebben. Ook het geel van de BVD heeft een duidelijke betekenis. In de tijd toen de slaven wegliepen van de plantages, dat was net voor de afschaffing van de slavernij, hadden zij ook een symbool en een vlag. En die vlag was een gele vlag met een leeuwenkop erop. Behalve een kleur hebben alle partijen ook een eigen symbool. En net als die kleuren zijn de symbolen niet zonder reden gekozen. VAP heeft de olifant om ze te beschermen misschien. De olifant, een sterk dier, traag, heel sterk. In het bos is hij niet te weerstaan. Voor de rest kan ik u zeggen dat de olifant een dier is die uit India komt. Onze voorouders die komen uit India. En we zeggen nou, dan zullen we ook dat meenemen. BVD heeft een leeuw. En die paraplu hoort bij mega combinatie. Een vlam hoort bij NPS. Het symbool van de partij staat voor verlichting, want het stelt een fakkel voor. Het is een framboos, zoals we dat noemen. En het moet ons steeds op het juiste pad houden. Sommige scholieren hebben wel een idee hoe hun eigen vlag eruit zou zien als ze zelf een partij zouden mogen oprichten. Als ik een eigen partij zou hebben, zou mijn vlag als plaatje hebben een kruis en een ster erachter. Als ik een eigen partij zou hebben, zou ik een hart erop zetten. Ik zou voor een dier kiezen. En liefst een hond, omdat die honden slecht behandeld worden in Suriname en we moeten meer opkomen voor die honden. Dat is het voor deze uitzending. Fijn dat je hebt gekeken. Maandag zijn we er weer. 10 minuten. Geniet van je weekend.